zeer drukke Olivierstraat heb ik overal eten gevonden. En ik vond dat eigenlijk heel wansmakelijk, maar als zwerver kan je hier wel overleven. En daarom zet ik nu mijn eigen spoor uit met het leggen van allemaal snoepjes om in vier verschillende talen om de bewoners eigenlijk te tonen dat het ook lekker kan zijn, eten dat je op straat vindt. Ik woon hier in de buurt, in Schaarbeek, en ik ben altijd gewend om te geconfronteerd te zijn met de vitrines van hier. Ik ben dan op een gegeven moment ben ik dan komen in deze straat lopen, waar we dus nu in aan het lopen zijn. En ik was eigenlijk op zoek naar iemand die er vriendelijk en sociaal genoeg uitzag om mij te woord te willen staan. En dan ben ik op een gegeven moment, heb ik iemand gevonden en we gaan straks voorbij haar vitrine lopen, maar ze is er niet. Een 65-jarige prostituee die al 30 jaar in het vak zat en op een heel open manier daarover vertelde. En zonder taboes en zonder belemmeringen ja, kon communiceren daarover. En we zijn binnenkort, komen we voorbij haar vitrine. Ze had eigenlijk een van de kleinste vitrines van de ganse straat. Het was gewoon een heel fijn contact met die vrouw. En die had heel veel te vertellen. En een van de dingen die ze zei ook was dat ze zich haar job niet zag als prostitutie, maar als gewoon een soort van sociaal assistent voor de eenzame. Dat heel veel mannen eigenlijk niet eens op zoek zijn naar seks, maar op zoek naar aandacht en een luisterend oor en begrip en dat soort dingen. Ik ben gewandeld door de straten. Ik ben opgebotst tegen bepaalde objecten. Ik heb ze gevonden eigenlijk. Verloren objecten, nagelaten op straat. Ik heb ze ontnomen van straat. Ik heb ze meegenomen terug naar mijn thuis. Ik heb ze gesoigneerd, gekuist, opgeblonken. Vervolgens ingepakt als een cadeautje. En terug op de plaats waar ik ze vond gelegd. En ja, teruggegeven aan de straat eigenlijk. Dat is mijn project. Op zoek gegaan naar, zoals Bart het noemde, die vruchtbare begroeting. En dacht ik dan van, welke plaats is er nou beter dan over een maaltijd? En hier in de buurt komt dat dan ook wel goed naar boven, die verschillende cultuur, verschillende restaurants en elke een eigen manier van een eigen te presenteren, een eigen aan de man brengen in het straatbeeld. En vooral hier in de Aarschotstraat, die Turkse restaurants met typische foto's van voeding. En dan dacht ik van, oké, hoe kan ik dat terugbrengen naar de cafeteria van Sint-Lucas om die meer te integreren in de buurt. En zo kwam ik eigenlijk gewoon op het idee om hun beeldtaal te gebruiken, maar met onze voeding om hen zo op een of andere manier te kunnen lokken of te kunnen aantrekken tot onze leefwereld. Wat ik eigenlijk wil is bij mensen binnenkomen. En gisteren had ik een ontmoeting met een man en hij liep met me mee naar de voordeur.
Maar ik durfde hem niet binnen te laten. Dat was eigenlijk heel erg laf van mij. Omdat die mevrouw mij wel binnen liet. Toen zijn we een koffie gaan drinken. Maar daarom wil ik jullie eigenlijk wel mee naar binnen nemen. Dat, ja, dat ik in ieder geval wel jullie mijn huis kan laten zien. Amidou wil graag dat ik zijn naam onthoud. Met krampachtige vingers schrijft hij zijn naam voor me uit. Want zijn naam is eigenlijk te moeilijk om te onthouden. Met diezelfde vingers tekent hij een giraf. Hij tekent de vlekken op de vacht zorgvuldig. Hij tekent een monk. Hij vraagt zich af of ik zie wat het is. En hij tekent een gola. Dat is een kan waar ze water in zuiveren. Hij weet niet hoe hij dat schrijven moet, want hij heeft nog nooit geschreven in het Niger. Hij maakt een nieuwe tekening als ik hem vertel dat ik zijn tekeningen neer ga zetten in mijn kamer. Ik stelde voor om iets te gaan drinken, want ik durfde hem eigenlijk niet zo goed binnen te laten. Heb je wel geld bij je? Vraagt hij. We lopen richting de Aarschotstraat. Prostituees en Niger zijn dieven. Ze stelen je geld en de mannen zijn beschaamd om er iets over te zeggen tegen de politie. Maar je hoort je vrouw ook niet te delen met anderen. Je vrouw is alleen van jou. Eten mag je nooit op de grond zeggen, zegt hij. Dat is ondankbaar. Zou je dat niet meer willen doen? Vraagt hij, met een grote lach eigenlijk op zijn gezicht. Drink je water? Hij maakt een grapje en gooit per ongeluk al zijn bier over mij heen. Later vertelt hij dat hij bang is voor slangen en muizen. Sport je? Daar slaap je beter door. Ik loop trappen, net zolang tot ik heel erg moe ben. In Nederland zijn er heel veel zelfmoorden. Omdat jullie te weinig praten en luisteren naar elkaar. Bij ons zijn er veel minder zelfmoorden. Als je ergens mee zit, ga je gewoon naar een vriend. Vervolgens vraagt hij alles over Joran van der Sloot en vertelt hij me de meest gruwelijke moordverhalen die hij gezien heeft op de Nederlandse televisie. Koken heeft hij in Nederland geleerd. Zijn moeder leerde alleen zijn zussen koken. Eerst moet je alles snijden en dan pas kan je alles bakken, legt hij uit. Maar hij houdt niet zoveel groenten. Hij maakt liever sauzen. Amidou wil graag trouwen en kinderen. Hij geeft zijn nummer en vraagt om mijn vaste nummer. Die heb ik niet, leg ik hem uit. Maar we kunnen ook sms'en, stel ik voor, maar dat kan hij niet, want hij kan niet lezen en hij kan niet schrijven. Ja.